vanaf kind zit ik op het strand. En ja, dat heeft zoveel leuke momenten opgeleverd. Ook de herinnering aan mijn kinderen weer die op het strand spelen. Dus ik word altijd helemaal gelukkig als ik op het strand ben. We zijn nu precies op de scheiding tussen Oostvoorne en Rokanje. Dit is de meest vooruitgestoken stukje eiland van Voor de Putten. Dus dat noemen ze de punt. De groene punt van Voor de Putten. En hierachter heb je het duinengebied met de Zwarte Hoogte. Dat zijn prachtige namen. Het is ook een prachtig gebied. Als ik 's morgens wakker word, dan denk ik, weet je wat? Ik ga eerst bij de groene punt kijken. Want dan is het zo lekker stil en daar liggen ook heel vaak 's morgens vroeg nog zeehondjes. Voordat de eerste mensen hier geweest zijn, liggen hier wel 5, 6 zeehonden lekker te slapen. Wat de mensen zich niet meer realiseren, is dat vroeger was natuurlijk op het strand veel minder druk. Toen was het heel normaal dat zeehonden op het strand lagen. En je ziet nu heel in de verte wat stipjes. Dat is eigenlijk de enige plek waar geen mensen komen, waar de zeehonden nu kunnen rusten. Dus als je nu heel vroeg bent 's morgens, het is wel een prachtig gezicht om eventjes naar ze te kijken. Dit is het meest stille stukje strand van Westvoorne. Ook het allermooiste stukje strand. Want hier gebeurt het eigenlijk allemaal, terwijl er bijna geen mensen zijn. Dat is het leuke. Kijk, in de natuur is altijd de overgangen waar het gebeurt. Hè? In de bosrand zitten de beestjes verscholen, maar ze eten op de wei die ervoor ligt. En ze zoeken de beschutting weer op in de bosrand. Hier heb je natuurlijk ook het water. En het strand. En precies op die overgang, daar zie je zoveel leven. Die van twee walletjes eten. Net als zijn het mensen hier. En dat zijn van die spannende gebieden. En hier heb je precies die overgang met die stuifduinen. Van het strand naar de begroeide duinen toe. Dus hier, dit is een enorm dynamisch stukje. Tegelijkertijd zie je dat de wind het zand het binnenland in blaast. En dan ontstaan hele geulen hier. Die ieder jaar weer anders zijn. Dat is zo mooi. Dan zie je de Maasvlakte. Dan gaan we langzaam naar links. Dan kom je de vuurtoren van Oudorp. Ook zo'n mooi strand. Maar eigenlijk is het hier mooier. Het hele sfeertje hier is. Het heeft zo te maken met de bevrediging die je in jezelf voelt als je hier bent geweest. De rust, de vogels die vliegen. Maar ook het ritme van de golven van het water zorgt eigenlijk dat je gedachten weer in een soort balans komen. Zo ervaar ik dat een beetje. Daarom is het voor mij zo'n mooi punt geworden.